Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde, aflevering 130 zo'n beetje. En dit is dag 4 in mijn eigen verzonnen challenge in de Week van de Liefde, in opmars naar Valentijnsdag, aanstaande dinsdag. Elke dag een vraag van een luisteraar, of vanuit de podcast of vanuit de praktijk. En vandaag is het de vraag, eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is geen vraag van een luisteraar. Het is ook geen vraag van mezelf, maar dit is een stelling. En ik wil graag weten of je het ermee eens bent, ja of nee. Eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger. Ik vind het een leuke stelling en er valt veel over te zeggen. En wat ik er vandaag over wil zeggen, dat voor mij ligt libelle nummer 8... En dit is een hele mooie libelle met grote liefde, want het gaat natuurlijk ook over Valentijnsdag. Liefdes op het menu, alle tinten rood. En in de libelle op pagina 98, 99, 100 en 101, dus vier pagina's groot. Ik moet wel zeggen dat er is ook een pagina met een grote foto. Een artikel, een interview met mij. En ik zal vertellen hoe zij uiteindelijk bij mij terecht zijn gekomen. Ik maak de podcast Op zoek naar de liefde. Nou, dat is jou niet vreemd, want je luistert er ook naar met heel veel afleveringen over ontrouw. En ik werd benaderd door de journalisten met de vraag of ik een koppel zou weten die zouden willen vertellen over dat een van hun twee vreemd is gegaan. En dat zij een doorstart hebben gemaakt met hun relatie. En nou, ik vond het heel leuk dat ik daarvoor benaderd werd. En vanzelfsprekend ken ik die koppels, want ik heb ze zelf begeleid. En ik vind dat dan altijd een beetje lastig om mensen te benaderen. Dat vind ik heel precair. Ik heb er een aantal gevraagd en die gaven aan en dat snap ik heel goed. Ja, het gaat nu net weer goed met ons. Zelfs een koppel waarbij ze echt super verliefd weer geworden zijn op elkaar. En dan hebben mensen eigenlijk geen zin om uitgemeten met foto's in een blad als de libelle te staan. Want ja, dan speelt schuld en schaamte speelt dan ook wel weer best een goede rol. Of een grote rol. Toen heb ik dat weer teruggekoppeld aan de journalisten. En toen zei ik erbij, ja, heel spontaan. Ik kan je alleen helpen door mijn eigen verhaal te vertellen. Nou, toen kwam de vraag terug van, ja, wat is jouw verhaal dan? Ik moet heel kort in vier zinnen samengevat. En vervolgens hoorde ik een tijdje helemaal niks. En toen dacht ik nog van, ja. Maar toen kwam ze bij me terug en toen zei ze van, nou, ik heb het met de chef van de redactie besproken. En heel graag. Ja, en toen dacht ik, oké, ja, wie A zegt, moet B zeggen. En dan ga ik dan nu maar helemaal met mijn billen bloot. Nadat vorig jaar in ongeveer mei had ik een vraag gekregen van een journaliste van het AD. Die was ook terechtgekomen op mijn podcast. En toen zei ze, dat was net na een lockdown, dus zij wilde heel erg graag thuiskomen voor dat interview. En toen zei ze van, waarom ben je eigenlijk deze podcast gaan maken? En dat is dan in een split second dat je denkt van, vertel ik de waarheid of vertel ik gewoon een goed verhaal? En ik heb toen besloten om de waarheid te vertellen. En toen was die kop bij het AD, relatietherapeuten gaat zelf vreemd. Ik zag ook al toen ik het eerlijke antwoord gaf, dat de pretlichtjes in haar ogen gingen schijnen. En dat ik dacht van, oh jee, wat komt daar? En vanzelfsprekend heb ik het artikel te lezen gekregen voordat ze het publiceerde. En ik dacht van, ja, je moet ook je verhaal ownen. Dit is gebeurd. Het heeft het heeft andere mensen heel veel verdriet gedaan. Daar ben ik zeer zeker niet trots op. Dat heeft me heel veel geleerd. Het heeft me ook heel veel geleerd over mijn familiegeschiedenis. Het heeft me heel veel geleerd over mezelf. Door wat ik allemaal onderzocht heb bij mezelf en waar ik doorheen ben gegaan, ben ik nu, denk ik zelf, ook een betere relatietherapeut, omdat ik echt wel weet waar het over gaat.
Dat ik niet oordeel, dat ik mensen heel goed kan begrijpen in welke situatie ze zitten. Dus ik heb mijn medewerking verleend aan de libel. En natuurlijk wist ik wel dat libelle nummer 8. En straks komt er over een heel ander onderwerp een stukje in de Margriet. Dat is de Margriet nummer 11. Maar ik heb helemaal niet meer nagedacht bij de telling van de bladen. Dus gisteren kreeg ik ineens een berichtje van een collega. En die zei van, wat een super gaaf artikel, Annette. Maar ik had nog helemaal niet gezien. Ik had ook niet gezien welke foto's waren uitgekozen. En nu heb ik hem in mijn hand. En ik moet ook wel schrikken wat er op de voorkant dan van die libel staat. Annette, 58, ging continu vreemd. Het dieptepunt was toen ik me voor mijn partner verstopte in de bosjes. Nou, dat verhaal van mijn partner verstoppen in de bosjes, dat zijn maar heel weinig mensen die dat weten. Dat was dus zo. Dat is inmiddels dan voor alle mensen die het gelezen hebben, is het geen geheim meer. En het is waar. En gelukkig staat er ook bij de kop van het artikel: ik was zo klaar met alle leugens. Daarin staat ook het verhaal dat ik ben ooit getrouwd. Ik was vrij jong nog. In hetzelfde jaar, dat was een bewuste keuze. Ik was 24, was ik zwanger van mijn eerste kind, van mijn zoon. In die zin was het gepland. En mijn toenmalige man, de vader van mijn kinderen, was iets ouder. Dus ik wilde wel inderdaad wat jonger aan kinderen beginnen in verband met zijn leeftijd. En in dat jaar wilden we ook trouwen. Dus het was gekozen in die zin. Dus in 88 ben ik getrouwd. Daarna, na een jaar of 6, zijn wij uit elkaar gegaan. En 5 jaar daarna is de vader van mijn kinderen helaas overleden. En sinds de scheiding in feite ben ik daarna al in samengestelde gezinnen gerold. Die eerste jaren ben ik echt helemaal nooit vreemd gegaan. En durfde ik dat niet, was ik heel braaf. Waren de gelegenheden ook niet, was ik meer een tutje. En na de scheiding ben ik eigenlijk meer tot leven gekomen. Ben ik ook wat uitgegaan. Had ik natuurlijk ook de tijd als de kinderen bij hun vader waren in die eerste periode toen hij nog leefde. Uiteindelijk is dan het moment gekomen dat ik voor het eerst vreemd ging. Het is dus vaker gebeurd dan één keer. En vanzelfsprekend weet ik niet hoe vaak. Maar de vraag is, eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger. Daar kan ik met de hand op mijn hart van zeggen van nee. Zoals een alcoholist op een gegeven moment met drank kan stoppen. Zoals een roker met sigaretten roken kan stoppen. Zoals iemand die bloot of drugs gebruikt met drugs kan stoppen. Zo kan je ook op een gegeven moment een besluit nemen om te stoppen met vreemdgaan. En dat besluit neem je niet zomaar. Ik ben op een bepaald moment, zoals in het artikel staat, toen ik in de bosjes verstopt stond. Als je het hele verhaal wil weten. Het staat sumier in de libelle. En bij dat stukje sumier laat ik het ook wel. Dat was voor mij echt een moment waarop ik zoiets had van ja, nee. Ik ben te oud, dit gaan we niet meer doen. Ik wil mezelf recht aankijken in de spiegel. Ik had toen de keuze, wat ga ik doen? Ga ik naar een collega-therapeut? Of ga ik een podcastserie maken? Want ik was toen al bezig met podcasten. En dan ga ik hem maken over, als ze hadden allemaal van die mooie titels. Op zoek naar de liefde, ontrouw wat nu. Ik heb voor het laatste gekozen. Dat was overigens niet het enige. Maar ik heb volgens mij 14 podcasten opgenomen bij collega therapeuten, coaches in het land die daar veel verstand van hadden. En op een gegeven moment was ik bij aflevering 8 en toen dacht ik, ja, nou weet ik het wel. Ik ga dit ook niet meer doen. Het gaat ook in de rode lijn in die eerste serie Ontrouw wat nu, gaat het ook eigenlijk over hoe kan je het voorkomen? Wat is er in je relatie nodig? Wat mis je in de relatie? Of hoe zit je zelf in elkaar?
En hoe kan je door middel van goede gesprekken, hoe kan je het voorkomen? Dus bij ongeveer aflevering 8 dacht ik van ja, nou, en nou weet ik het wel. Maar ik heb ook een heel groots onderzoek gedaan naar het systeem van herkomst, mijn familie. En ja, daar kan je in ieder geval van leren hoe het in de familie zat. En ik heb ook gekeken naar wat zijn mijn kernwaarden, hoe wil ik zijn, hoe wil ik leven. Welke, ja, trauma is een groot woord, maar welke thema's neem ik mee vanuit mijn jeugd? Vooral dat stukje, welk thema neem ik mee vanuit mijn jeugd? En wat vul ik eigenlijk op buiten een relatie? Wat voor partners kies ik? En daar is dan ook weer, welk thema uit mijn jeugd? Vanuit welk systeem van herkomst kom ik? Dus alles bij elkaar heeft me dat ontzettend diep gebracht. En heel veel antwoorden gegeven. Waardoor ik op een gegeven moment een besluit kon nemen van nou ja, dit gaan we gewoon niet meer doen. En dat hele verhaal staat vandaag in de Libel van deze week. En ik zou zeggen, als je daarin geïnteresseerd bent, koop de Libel. Ik zal ook samen met de websitebouwer van mijn website YouTube Coaching kijken wat ik hier over kan opnemen op mijn website. Je mag natuurlijk nooit het hele artikel in scans op je website zetten. Maar mocht je daarin geïnteresseerd zijn en niet in staat zijn om de Libel te kopen, dan zorg ik in ieder geval voor een kopie die je kan aanvragen als je daarin geïnteresseerd bent. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jij als luisteraar denkt. Eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger. Laat het me weten. En je kan het me laten weten via info@youtubecoaching.nl. En als jij jouw verhaal wil vertellen, niet deze week, maar wat later in de maand of in de volgende maand of de maand erop, neem contact met me op. Mijn doel van de podcast is, ik heb een missie. En ik zou het fijn vinden als er betere gesprekken thuis plaatsvinden. Van wat zijn behoeftes, wat zijn verlangens en wat is je angst. Zodat als je echt goed met elkaar kan praten en echt goede afspraken maakt, dan heb je gewoon een veel fijnere relatie, een volwassen relatie. En dat is voor iedereen veel fijner. Want uiteindelijk, als je vreemd gaat, dan is dat een relatietrauma. En absoluut. Ik heb voorbeelden genoeg in mijn praktijk. Er is een herstart mogelijk. En het is ook heel erg mooi als je uiteindelijk, je gaat op een nieuwe manier een relatie aan. En als dat lukt, als er voldoende liefde is en er wordt gewerkt, je hebt een commitment van we houden van elkaar, we zijn elkaar ergens kwijtgeraakt, maar we willen door, dan is dat mogelijk. Het is dan ook heel goed om die periode met ontrouw, vreemdgaan af te sluiten met een ritueel. En die optie van een compleet nieuwe relatie in feite met je eigen partner, dat is een heel mooie optie. Hij komt niet vanzelf, daar moet je echt iets van doen. Maar dat is een heel mooi cadeau als dat lukt. En daarom is dat ook de onderbouwing van mijn stelling van eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger. Ik ben het daar niet mee eens. Je kan daarmee stoppen. Het kan ook zijn dat iemand er natuurlijk, en dat heb ik zelf ook gedaan, in een bepaalde fase niet mee stopt. Ik heb echt de keuze gemaakt. Wat ik zeg, dat wil ik doen. En wat ik doe, dat wil ik zeggen. Dat is ook een soort van mantra. Die echt voor mij van betekenis is. En nou, ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal, naar wat jouw mening is en of je voor je verhaal wil delen. Dus info@youtubecoaching.nl. En als jij een relatiescan wil om te kijken hoe je ervoor staat in je relatie, dan kan je die ook aanvragen. Allemaal geheel gratis en dan krijg je hem netjes toegestuurd. Niet altijd binnen het uur,
Maar wel binnen 24 uur als ik naar mijn mail kijk. Want ik doe alles nog handmatig. Nou, dat was het voor vandaag. Het was een vrij korte podcast. Maar dat is ook wel eens een keertje fijn. Heb ik begrepen. Dus morgen de volgende dag. En dit was dan vandaag dag 4. Tot morgen weer. YouTube coaching geeft ons meer chance.